Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft in verband met het nieuwe schooljaar 2019-2020 leerlingen, studenten en ouders toegesproken. De bewindsvrouw geeft in haar boodschap aan dat onderwijs de basis vormt voor onze toekomst. Immers door het onderwijsproces wordt onze jeugd klaargemaakt om deel te nemen aan de productie voor verdere ontwikkeling van ons land, zei de minister. Een terugblik op het afgelopen jaar toont een lichte verbetering. Het was een jaar van rust en betere toetsuitslagen, maar dit zijn slechts de eerste stappen, benadrukt Ferrier. Ik wil hierbij dank zeggen aan al de leerkrachten en schoolleiders, de bonden die hieraan een bijdrage hebben geleverd. En ik spreek de hoop uit dat we ook dit schooljaar in een sfeer van acceptatie, respect en waardering de dialoog kunnen voortzetten. Tegelijkertijd zullen we de bekende knelpunten binnen het onderwijssysteem verder aanpakken. Het betreft onder andere ons toetssysteem en waardering van de competenties van de leerlingen. Het onderwijstoezicht door verzelfstandiging en verbetering van het inspectieapparaat. Het duidelijke functioneren van de planunit, waardoor projectuitvoering en de monitoring daarvan meetbaar zal zijn. De verdere verbetering van de schoolomgeving, de lokalen, toiletten, terreinen, zal nog harder aangepakt moeten worden. Maar tegelijkertijd zal er meer gelet worden op het goed bestuur van directeuren en schoolleiders, de juiste performance en attitude van de leerkrachten en goede communicatie met het ministerie. De minister gaf verder aan dat de leerkrachten goed gewaardeerd moeten worden. We willen goede resultaten, blije kinderen en een prettige sfeer op school, zegt Ferrier. Onze focus is blijvend gericht op het kind. Ons doel is de potentie van elk kind zoveel mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Dat vraagt van ons goed leiderschap en optimale inzet. Om de beste resultaten te halen, zullen we ons kritisch moeten opstellen. Mee moeten denken aan noodzakelijke vernieuwingen. Samenwerken aan een goede organisatie van het onderwijsproces. Goed plannen en ons toekomstgericht inzetten. Bonden, directeuren, schoolleiders, inspecteurs, alle onderwijsgevenden, ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ik roep u op uw sociale verantwoordelijkheid op u te nemen en het beste wat u hebt te geven aan de ontwikkeling van de jeugd van Suriname. Onze kinderen zijn het 100% waard. Een fantastisch schooljaar toegewenst. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij heeft gisteren leerlingen, studenten en ouders toegesproken in verband met het nieuwe schooljaar. De studenten die zijn begonnen wensen wij een succesvol nieuw schooljaar.